Hi, ik ben Koen Weiland en dit is Statements. Hey, leuk dat je weer kijkt naar Statements. Het is je host QC. En ik ben vandaag met nog een betere host, JJ. En dat vind ik aardig van je. Het is niet de waarheid, maar ik vind het aardig van je. En we hebben een speciale gast vandaag weer. Ja, zeker. Ook echt een hele goede host. Ik dacht dat je op mij doelde ook. Ja. Ja, man, Koen. Van FIFA spelen naar de Champions League presenteren. Van Weekend League naar Champions League. Ja, dat is wel echt zo, toch? Heb jij dat ook ooit gedaan? QC heb ik wel eens Weekend League spelen, maar dat... Nee, ik niet. Ik probeer het wel, maar ik ben niet zo goed als jullie. Voor de mensen die niet weten wat Weekend League is, dat is een mode op FIFA die je gaat spelen. En je gamet eigenlijk omdat het leuk moet zijn, toch? Om te ontspannen. Ja. Maar Weekend League is het meest verschrikkelijke wat er is. Gewoon, hoeveel controles ik wel niet heb geslopen, dat is niet normaal. Ik zie het vuur ook al in je ogen. Ja, nee, man. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van, het is gewoon niet leuk meer. QC dingen zien doen waar hij niet goed in is, dat is het allerleukste om te zien. Maar nu sla ik jou met FIFA. Ja. We kunnen het starten. Denk je? Ja. We kunnen nu een PlayStation aanzetten, zet hem erop. Maar is dat dan omdat Koen de laatste tijd niet zoveel speelt, of is het omdat jij zo goed bent geworden? Wat is dat? Wel echt veel, veel beter geworden. Naar de eerste statement? Eerste statement. Ik flirt met iedereen. Ik vind jou met mij altijd wel een beetje flirten. Ja? Ja. Ik heb dat gevoel ook, hoor. Soms die deed dat hij met mij flirt. Hij probeert me al 8 afleveringen te neuken. 3 keer gelukt, ja. Maar ben je een flirt? Ik heb al 4 jaar een vriendin, dus ik kom er niet zoveel meer aan toe. Had je openingszinnetjes? Een vriend van mij had altijd eentje waar hij heel trots op was. Dan zei hij, volgens mij vinden wij elkaar wel leuk. En dan lukt het altijd. Maar dat moet ik niet proberen. Is op zich wel een goeie. Maar zei je nooit tegen een chick van, je weet, ik ben Koen, ik speel FIFA, maar ik kan ook met jou spelen. Werkt altijd. Snelle vingers, ja, precies. Ja. Moet ik bij jou scoren? Ik probeer het altijd. Heb je tegen de paal geschoten? Ja, zo kunnen we door blijven gaan. Doe eens, ja. Ja, je ziet het, ik ben een echte flirt. Ja, ben jij een flirt? Nou, ik ben wel een man met charmes. Ja, want je doet altijd de deuren open voor je vrouw. Deze guy is de meest oncharmante guy op aarde. Ja, Jay, hoe zit het bij jou? Ik probeer zo min mogelijk te flirten nu ik een vriendin heb. Dus ik vind het niet heel respectvol naar haar toe als ik met andere vrouwen zou flirten. Maar nee, ik heb mijn vriendin geflirt door middel van de DM. Ik ben gewoon in een DM geslepen. Ja, zij werkte ergens waar ik zaken mee deed. En ik heb ook tegen mijn eigen manager gezegd van, hou me bij haar uit de buurt. Maar na een week dacht ik bij mezelf, ja, het was zo leuk. Ik dacht dat je er was tegengekomen in een supermarkt. Dat je zei van, mevrouw, ik kan niet bij die koop. Toen hij aankwam, dacht ik ook, ik ga gewoon zitten. Het is wel echt zo, ze is ook een stuk langer dan ik, maar dat is niet heel moeilijk. Nee, dat moet gewoon kunnen. En wie zou de beste flirt van ons drie zijn? Nou, ik heb ook naar Koen's vriendin gekeken. Je kent toch dat je zegt, punching far above your weight? Weet je wat? Ja. Dat je vriendin best wel veel te knap voor je is. En dat je denkt bij jezelf, ja, daar heb ik last van, maar Koen zeker ook. Ja. Ja, bij jou is het helemaal... Ja, bij mij is het helemaal... Het is afgelopen. Ja. Jij moet echt Steffi elke dag vastbinden aan het bed, want anders gaat ze weg bij je. Dat kan niet anders. Nee, ja. Ja, door. Door? Door. E-sport is verdienen meer aandacht. Verdienen meer aandacht. Ik denk dat dingen gaan zoals ze gaan. Als het publiek het interessant vindt, dan zullen ze kijken en dan komt er meer aandacht. Maar krijgen ze genoeg aandacht? Ja, dus wel. Als jij nu echt heel veel geld zou verdienen met alleen het e-sporten, dan zou je toch niet overstappen naar televisie? Dan zou dat toch je main job zijn? Ja, weet ik niet. Ik gaf altijd al commentaar als we met vrienden gingen darten of gewoon afvalrace deden, weet je wel. Dan stond ik altijd schreeuwen erbij. Dus dat was altijd wel een beetje ergens mijn gedachte. Nooit gedacht dat zou lukken. Wat wel zo is, als EA nou bijvoorbeeld in het geval van FIFA dat prijzengeld echt zou opschroeven, dan gaan er veel meer mensen kijken. En dan moeten ze best wel kunnen doen. Ja, en een andere invalshoek. Er wordt altijd wel heel lachig over gedaan, maar het is ergens wel, net als met schaak of andere mentale spellen, is het wel een vorm van topsport. Maar goed. Ja, ik weet het. Ik weet er alles van. Ik ken ook mensen, net als jou, en nog een paar mensen die dit doen. Het is niet van, oh, we gaan even lekker FIFA spelen tegen elkaar en dingen. Het is echt gewoon dag en nacht ermee bezig zijn. En moet je nagaan hoeveel mensen het spelen? Die jongens die nu de beste zijn, dat is zo knap. Want het wordt door zoveel
honderdduizenden, miljoenen mensen zo fanatiek gespeeld. En als je dan bij de allerbeste van de wereld hoort, ja, dan is dat altijd zo. Zijn er al Nederlanders die echt wereldtoppers zijn? Ja, nu echt. Nu hebben we echt, dat is niet normaal, wat voor generatie we nu eigenlijk hebben. Want in Nederland is het sowieso een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in Azië. Ik denk dat het een beetje per scene en per game dan weer verschilt. Ik had nooit gedacht toen ik 17, 18 was, dat ik ooit bij een club zou tekenen daarvoor. Dus ja. Ik weet weinig van gamen. Maar jij bent toch echt, hoe heet het ook alweer, Fortnite, ben jij echt... Je bent toch echt een Fortnite-liefhebber? Nee, ik heb dan een periode gespeeld en dat ging ook heel goed op mijn kanaal, maar... Ik dacht dat jij echt een Fortnite-guy was. Nee, ik was vroeger altijd van Call of Duty en ik was best wel goed met Call of Duty, wat weinig mensen weten. En dat is weer een soort van primeurtje, niet echt een primeurtje, maar ik ga het even vertellen. Met Call of Duty ben ik dus op best wel een toernooi ben ik gewoon derde geworden. Ja. Maar was dat een toernooi die je deed dan met de familie aan de tafel? Of was het echt een toernooi waar echt mensen aan meededen? Dus het was een toernooi, ja. Met Steffi. Ja. Het was een toernooi waar echt allemaal gesponsorde teams kwamen. Mensen met van die shirtjes, je kent het wel, met die brilletjes op. Wij waren als enige daar ghetto. We kwamen gewoon in onze joggingsbroeken, dit en dat. En we worden gewoon derde. En toen, wat kregen jullie toen? Of wat stond er op het spel? Een paar trainen energy drank. Ja. Dat was wel lullig, want nummer 1 en nummer 2 kregen best wel grote dingen, computers en alles en zo. Dat... En derde plek was gewoon gelijk. Het was gelijk van, de eerste twee plekken waren supergoed, derde plek was gewoon, hier, een paar energy trainen. En volgens mij ventilators voor je computer. Ja, mooi. Ik snap niet waarom padel populair is. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Jij? Ja, ik speel het sinds 2-3 maanden. Ik ben helemaal verslaafd eraan. Ja. Ik vind het echt geweldig. Ja. Ik heb nu een paar keer gepadeld. Ja. Ik vind het heel vet. Wie was ik nou laatst padellen? Ik ben laatst gepadeld met Jiggy J, de CEO van Top Notch en de rapper. Die heb ik toen mee gepadeld met Remix en de jongens. What the fuck is padeld? Padel is dat een soort van glazen kooi. Waar dan een net tussen zit en dan ga je tennissen en je mag ook tegen de kooi aanslaan of glazen omheining. Het is sport. Het is echt sport. Het is sport. Niet populair. Ja. Maar het is niet online, het is wel echt gewoon fysiek. Het is echt fysiek, ja. Oh, dus dan begin ik er niet mee. Nee. Maar... Het is echt leuk, je zou het leuk vinden. Ik kan geen controller heel houden. Wacht even, hoeveel controllers heb jij stuk geslagen in je leven, denk je? In mijn leven wel, ja... 4-5 denk ik. De laatste jaren sla ik vaak gewoon met mijn vuist op een bureau of op mijn stoel of zo. Die bureaustoel is ook lekker aan de zijkant. Het is heel gênant hoor. Het is echt heel gênant. Ja, ik heb mijn bureau ook een paar mappen verkocht. Maar ook live op stream dan. En dan weet je ergens dat het echt te gênant voor woorden is. Maar je kunt je niet inhouden. Ik kan je niet inhouden. Nee, ik zie jou ook echt in die stoel. Ja. Zo ben ik. Zo sla ik ook op mijn eigen been en zo. Maar. Maar hoe doe je dat dan op je been? Doe eens. Dus voor als je erg boos bent. Ik vind dat zo. Dit is het bureau, maar ben je het. Ja, toch. Maar weet je dat ook? En dat is frustrerend van Weekend League. Er is geen spel waarbij ik zo vaak dingen heb gesloopt als bij FIFA. En dan vooral Weekend League. Maar vooral als je Weekend League lijst speelt. En dan zie je ook nog de mensen die zeg maar die comments geven. Ik heb wel eens gehad, weet je, dan stond ik 9-0 in potjes. Is goed, toch? Ja, zeker. En dan verlies je eentje, noob en zo. Ja. En je hebt al één van de verlies moet je verwerken. En die comments nog. Ja, maar alles gaat kapot. En je voelt je toch geroepen om erop te reageren. Wat is het ergste wat je ooit hebt gezegd? Live. Live? Ja. Zo, dat weet ik. Ik heb van alles geroepen. Ik heb echt van alles geroepen. Ja, ik heb... Heel wat dingen geroepen. Je hoort me soms ook bepaalde woorden gewoon nog net intrekken op het laatste moment. Maar, maar ik vind het best wel meevallen bij jou eigenlijk. Maar je kunt wel echt ziek zijn van jezelf als je weet dat dingen niet echt vlekkeloos gingen. Dat wel, maar dan ben je anders boos. Ik heb dat wel hoor. Als ik mijn tekst niet goed uit mijn mond krijg of ik twijfelde met iets of het interview was kloot en dan loop ik om de hoek en dan trap ik alles stuk. Ja, dan op die manier boos. Godverdomme. Dan kan ik echt aan mensen echt denken, wat doet die guy? Ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat hij gewoon 9 keer zijn tekst opnieuw moest doen. Ja. Dat het niet goed ging. En toen kwam er een oma ineens in zijn beeld lopen. Die heeft gewoon een hoek verkocht. Hè? Oh, mijn Messi. Oh, dat is zo doen. Nee, dat is een grap. Nee, maar je hebt wel meegemaakt dat ik echt lijp word. Ja. Ik kan daar niet tegen. Ik kan reanimeren. Hey, als jullie hier nu een probleem krijgen, dan laat ik je liggen. Ja, ik ben een lopende tijdbom, dus... Voor mij kan het elk moment. Kun jij reanimeren dan? Nou, dat niet, maar ik heb hier laatst... Ik maak echt geen grap, ik denk 3 weken geleden heb ik hier een heel gesprek over gehad... dat ik het wel wil gaan doen. Omdat iemand het een keertje heeft
kunnen doen. Die heeft toen iemand mond-op-mond behandeling moeten geven. Ook twee ribben gebroken, want dat gebeurt vaak of zo. Ja, ja, ja. Maar wel iemand gered. Toevallig, na dat voorval met Eriks op het EK, werd ik ook aan het denken gezet. Dus toen heb ik een cursus gedaan, echt 2 maanden terug. Ja. Dus ik zou het nu wel moeten kunnen. Doe eens voor bij JJ. Ja. Nee, ik kom alleen voor tongen. Was ik ook voor plan. Ja. Alleen mond-op-mond, alsjeblieft. Ik ben blij met waar ik nu ben. We beginnen een keertje bij JJ. Hey, was het maar waar, man. Dat ik gewoon nu blij kon zijn met waar ik ben. Maar je bent nooit tevreden? Ik ben blij als ik morgen weer wat anders heb behaald. Ik ben blij als we hier straks klaar zijn en dit we hebben afgerond en dat het vet was. Ik moet nog wel de rust vinden om echt altijd blij te zijn met wat ik aan het doen ben. Want ik ben altijd aan het streven naar meer. En jij dan? Als ik nu kijk en 5 jaar geleden waar ik was, is het echt van wow, man. Ja, dat is bizar. Toevallig zat ik een tijdje terug met een vriend van me in de auto die dan muzikant is. En ook altijd bezig en studiosessies. Nee, nee, geen frasie. Nee. Is echt een muzikant. Oh, wat een enge vent, hè. Ja, mag het, hoor. Nee, maar dan zit ik met mijn auto en zeg, ja, we zijn wel vaak bezig en druk. Maar besef gewoon dat we gewoon onderweg zijn naar dingen die we leuk vinden. En dat we niet vanaf 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds elke dag hetzelfde doen. Maar sowieso, je hebt een huis gekocht voor je gezin, weet je, waar jij vandaan komt. Ja, man. Maar bij jou is het absurd. Dat klinkt raar, maar bij jou kun je echt zien dat je gewoon van YouTube-video's maken over FIFA en FIFA-spelen naar mede de Champions League presenteren. Ben ik mee eens. Ik moet wel zeggen, ik doe nu Ranking the Stars, dus... Ja. Bij jou kun je het ook heel goed zien. Ja. Ja. Maar zie je dat ook zo? Ja, we interpreteren de vraag nu wel heel erg op werkvlak überhaupt trouwens. Maar ik herken echt wat jij zegt, dat je altijd meer wil. Maar toevallig had ik het er van de week met iemand over. Die zei van, wat is nu je volgende stap? Ik zei, volgende stap? Ja. Ik wil dit nu gewoon goed doen. Zorgen dat ik dit goed doe. Want je moet er ook nog willen, nog kunnen blijven. Of je moet ook nog die mensen tevreden maken. Heb je al veel voetballers ontmoet ook? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel interviews voor en na de wedstrijd. Welke voetballer ga je echt zenuwachtig worden als je hem moet interviewen? Ja, dat zijn dat soort namen. Die Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Maar het is je alleen al daarbij een paar meter in de buurt mag staan. Dus al, ik stond 2 meter naast Conor McGregor. Dus ik bij me zo, je voelt dat wel of zo. Ja, natuurlijk, maar je bent ook sportliefhebber. Ja, ik zag hem ook zo naar mij kijken. Hey, dat is Jay. Hij dacht het precies hetzelfde. Maar je zei net, je had dat gesprek en van wat je volgende stap is en dat je nu bezig bent met deze stap. Maar heb je nog een live goal dat je denkt van ja... Ik vind het al heel ziek dat ik dit mag doen. Ja. Dus ik ben nu echt niet verder aan het kijken. Misschien gewoon topsporter in padel. Serieus? Dat zijn van die onhaalbare dingen, maar dat lijkt me zo vet. Maar die gasten die daar nu staan zijn 23, weet je wel. Die zijn 23 en zo tering goed, dus dat gaat nooit lukken. Nou, misschien krijg je het voor elkaar. Mag ik je bedanken? Zeker. Van Weekend League naar Champions League, dat was het toch? Dat reageerde een kijker via Instagram, vond ik wel mooi. Ja, dat is de allermooiste. We hopen dat je nog verder groeit daarin. Q, dankjewel. Hey, de superster. Dank. De flirter. Ja, wat, de flirter, de man waarom iedereen eigenlijk echt kijkt. Dat denk ik wel, ja. Dat 100%. Denk ik wel. Dat is hem. Dankjewel voor vandaag, je bent een legend. Dank jullie wel voor het kijken. En dit is wat er volgende week gebeurt. Tot dan. Ik zeg je eerlijk, Ronnie. Hij doet Ronnie echt precies nou, hoe Ronnie ook in zijn interviews is. Ja, doe zo Ronnietje. Ja, zeg maar, sick toch dat ik gewoon hier met JJ Boske en met Q ben. Zeg maar, what the fuck, man.